Wat zijn nou oplossingen waar, waar jullie aan denken? Waar je zegt: ja, Dit zijn echt de dingen die we moeten doen. Ja, ja kijk, als je kijkt naar beleid. Um, volgens mij. Kijk, wij, wij, zijn, wij lopen nu ook langzaam richting de verkiezingen. Dat we zeggen, van: joh, ja. Wat vinden wij. Wat is ons wensenlijstje voor de verkiezingen. Wat we echt terug willen zien? Als ik kijk naar wat, ik, uh, wat wij voorgaande jaren ook hebben gedaan. Dat verschilt volgens mij niet. Volgens mij weten we in de hoofdzaak wel een beetje wat we willen, toch? We willen ja, ambitieuze CO2-heffing is nodig. We hebben het over een kilometerheffing. We hebben het over de sluiten van kolencentrales. Maar heel vaak hebben we dat ook al volgaande jaren gesproken. Dus wij, wij zaten ook van, joh, maar wat, wat is er dan precies nodig? Is dat dan weer nieuw beleid? Want volgens mij, kijk, ik denk dat de planbureaus veel beter weten... wat we exact het beste kunnen voorstellen... willen we onder die anderhalve graad blijven... dan wat wij als jonge klimaatbeweging, zeg maar, oplepelen. Uh, wat denk ik het belangrijkste is, is eigenlijk niet zozeer hoe we uh, wat voor beleid nodig is, want dat weten we wel, maar een soort van de politieke houding, de politieke wil om het te doen, dat we niet zeg maar blindelingen gaan geloven in technologie die zich nog niet hebben bewezen, of dat we continu doelen uitstellen. Uh, ik denk dat dat veel belangrijker is. Um, en, en ik denk dat daar echt een wereld te winnen is. Dat we gewoon een soort van een, een politieke houding creëren waarin we ambitieuze doelen ter, durven te stellen, maar ons daar ook aan kunnen houden. Ja. En dat we ons niet alleen laten regeren door wat er gisteren op de voorpagina van de Volkskrant stond, maar dat we juist zeg maar, in de lange termijn, en als we dan misschien een COVID-crisis hebben, dat we niet in één keer bijvoorbeeld onze CO2-heffing uh, allemaal uh, aan gaan bijschaven, zodat het minder effectief wordt in de komende tijd. Um, maar dat we wel ambitieus blijven, maar wel ook het blijven faciliteren voor onze bedrijven. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Zijn er dingen waarvan jij zegt, dat is echt, dit, dit is voor mij van belang, voor, voor wat er nu moet gebeuren? Nou ja, even vanuit Youth for Climate spreken. En wij gaan vaak niet zozeer over de uitwerking van het beleid. Dus ik kan, denk ik, nou, naast wat Werner gezegd heeft, daar niet heel veel aan toevoegen. Maar iets wat we nu nog heel veel doen. En dat is even een, een voorbeeld vanuit mezelf. Uh, we produceren heel veel uh, producten voor uh, nog steeds voor enkele, enkel gebruik. En single dat, use. Ja, single use plastic, single use uh, everything. Dus <laughs> ja. even helemaal in het Engels te gaan. Um, en ik denk dat daar ook nog uh, dat dat, 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 dat het een veld is waar we nog, waar we nog heel veel op vooruit kunnen gaan. Dat, dat we in supermarkten een beleid gaan aannemen van, oké, okay, kom met je eigen spullen en we vullen rijst, aardappelen, et cetera. Neem jezelf maar mee. En in plaats van dat, dat te verpakken, want vaak is verpakking echt een extreme grote bron van plastic, oud papier, et cetera, et cetera. Dus dan heb ik niet zozeer van, oh, oh, gaan, we, oh gaan we de CO2-uitstoot aanpakken of oh, willen we dat binnen de politiek gaan regelen? Maar even echt een voorbeeld vanuit mezelf, iets wat ik graag zou zien veranderen, is al dat al die verpakking, want ik bedoel, dat hadden we vroeger ook niet. En dus we weten dat het niet per se nodig is om dat allemaal te hebben. We weten dat we zitten met een crisis en dit is een probleem wat we redelijk Makkelijk kunnen aanpakken en dat misschien ook nog wel eens goedkoper blijkt te zijn voor de bedrijven zelf. Ik vind het altijd opvalt als dat we die single-use plastics gaan, dus alles wat in plastic is verpakt. Uh, dat is inderdaad ook een grote ergernis van, van mijzelf, omdat er vaak, het zijn soms producten waarvan je denkt. Waarom? Dus ja. Ik snap heel goed, uh, losse rijskorrels is best ja. lastig. Een halve watermiddel. Uh, van... maar, maar waarom allerlei, allerlei producten? <laughs> nou, en da daarvan kan je nog zeggen, die is gesneden. Dus die moet je op de een ja. of andere manier. Uh, en, want die, en die zijn ja. heel groot dus en stil je in delen. Maar uh, een, een paprika waarom, die zeg maar, is paprika, paprika is niet in plastic. Maar een biopaprika wel. Dat je ja. denkt van ja, ja. ja. ja inderdaad. Ja. Dat die, die, die snap ik ja. vaak ja. ook niet helemaal. En dan, dan, wat we de laatste tijd dan ook wel zien, dan wordt het verpakt in. Uh, wat kies je dan cursus? trouwens? Want dat, vindt, dat is wel grappig dat je zegt over de paprika's. Dat heb ik ook met Concord. Wat kies je dan? Ja, dat is lastig. Dat is heel lastig. Maar, maar wat kies je? Ja, ik kies altijd voor de biopaprika. Ja, wij ook. Wij ook thuis. Omdat ja. ik toch denk: van weet je, ik kan de, 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 dat, dat plastic kan ik dan toch nog scheiden. En dan hoop ik dat nog een soort van tweede leven krijg. en is het niet helemaal verloren gegaan en nutteloos geweest. Maar ja, dat is dat, die, die afweging, ja. Dat, uh... Ja, ja ik, je, je kan niet echt winnen, denk ik. Nee, nee ik, ik, Jolijn altijd, kiest altijd voor de biopaprika. Ja. En ik wissel tussen die twee. Hmm. Ja. Uh, omdat ik er soms gewoon niet over de ergernis kan Het Beste Bob Worlds. Uh, ja. uh, nou, niet het beste. Het is gewoon dat ik denk dat dat, dat, van. Nou ja, dat, dat, dat zit er zit ergens maar goed. Dat, dat zijn de plastic. Kunnen we ook een hele, een hele uitzending uh, uh, overvullen? Ik merk wel, maar dat is wel leuk om even bij stil te staan. Omdat klimaat is vaak heel groot. Mm -hmm. Maar um, single-use plastic is, is wel iets wat heel dichtbij. Zelfs ik moet nu denken. Dit, dit is volstrekt niet voorbereid nu. Maar <laughs> moet even, Mijn tas staat geweld naast me. Ik heb ooit met Lily, Lily plat afgesproken. Ah. De, een van de eerste, ja, eigenlijk een van jullie volgangers in, uh, of nog steeds, in Zeist. Mm -hmm. En toen weet ik dat op een vrijdag ook mega koud, uh, hebben we daar gezeten met een dekentje. En toen heeft ze mij uh, deze, deze spork gegeven. Voor ik een voor ik en een lepel van bamboe aan elkaar. En heb ik altijd in mijn tas zitten. Uh, zodat je niet, uh, zodat, uh, ik, ik eet heel vaak onderweg. Zodat dat je slim. niet, uh, zodat je niet je... Um, dus dankjewel nog, Lily. Uh, maar zodat, ik niet, uh, zodat, je, <laughs> zodat je dat niet hoeft te gebruiken. En eigenlijk is het een hele kleine moeite... Ja. Uh, om het in je tas te, te hebben zitten. Zo heb ik het ook in mijn bureau laten liggen. Ja, ik heb er nu alleen van, van gegeten. Nog niet zo lang geleden. Dus anders zou ik maar... Uh, oh, nee, nee, nee. In nee, 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 de nee, tijden uh, van corona... Nee, maar hetzelfde geldt voor van voor, voor die plastic zakjes... waar je je broodjes in kan doen bij, in de winkel, in de supermarkt ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, je kan heel simpel gewoon een eigen zakje meenemen... zodat ja. je niet continu zo'n nieuw zakje nodig hebt. Maar alles is zo gemaakt op gemak en zo... dat, dat ja, heel veel mensen dat niet doen. Mm. Mag ik hier Om... nog één ding aan ja, toevoegen? Ja, ja, zeker. Wat we nu dan. Dat vind ik, ik zoveel grappig. We zien nu heel. Wat ik zelf meer zie. Is dat er van al geschift wordt van plastic naar papier. En dan denken mensen. van, Oh, dat is echt super duurzaam aan papier. Want dat kan je ook uh, gerecycled karton en zo. Maar eigenlijk is het alleen maar het schiften van het probleem. Want dat zorgt niet alleen voor meer bouw, bouwkap. Maar het is ook nog maar een, een, een tijdelijke oplossing. Dus een, ook een stap van single-use plastic naar. Ja, single-use paper eigenlijk. Ja. En dan wordt het vervolgens ook ja. weggegooid. En misschien niet eens gerecycled. Dat is iets wat ik zelf zie. En dan denk ik van. Ja, dan kunnen we toch beter gewoon compleet verpakkingloos Schaam, want dat zien we al in supermarkten. Nou, en dat is volgens mij wel de brug. Want, want wat ik, ik heb laatst de laatste presentatie gegeven van onze Green Deal gepresenteerd. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ja. En daar, daar begon ik met een beter milieu begint bij zelf. Dat is een campagne van begin jaren negentig. En dat is eigenlijk waar we het nu over hebben. Hè? Ja. Beter milieu begint bij zelf. Neem zelf een zakje mee. Doe dit. Ja. En ik geloof er gewoon niet in. Een beter milieu begint niet bij zelf. Je kan zelf bij de, je bijdrage leveren door, door goed na te denken over hoe je handelt en wat je doet. En uh, de, de keuzes te maken die de minste impact hebben. Alleen het wordt wel. Zo, het is, de, de, de milieuvervuilende optie is altijd de, de default. Het is altijd de, ja. de makkelijkste optie. Ga je vliegen of pak je de trein als je naar het buitenland gaat? Het vliegtuig is veel makkelijker en goedkoper. Ja. Uh, neem je biologisch of, of niet? Hm. Het andere is goedkoper en vaak veel ja. beter uh, voor handen te krijgen. Eet je gezond of ongezond? Als je hier een rondje gaat lopen... Uh, Zoveel uh, makkelijker om uh, fastfood te krijgen. Precies. Ja. Uh. Dus, dus we moeten ook als over... En daarom heb je, heb je denk ik een systeemverandering nodig. En dan kom je wel op, op het beleid wat nodig is. Um, je had het er al over, je zei... ik ga niet al het beleid doorakker. dat vind ik wel heel leuk... maar ik zal het jullie besparen. Maar um, Je zei, wat nodig is, is het, is het doorzettingsvermogen bij politici... om echt te snappen, dit moet beter en dit moet anders. Um, wat gaan jullie aan doen om, om, om dat... Om daar, en dat is ook in mijn belang, want dan ja. zit ik straks aan tafel... In, tijdens een formatie met al een partij die, die niks willen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat politici uh, dit gaan doen... Ja, dat ze dit gaan omzetten. Dat de, en dat de campagne ook over klimaat gaat. In mijn zorg zit er heel bij. Corona, alles is corona. Ja. Hoe zorgen we ervoor dat het ook weer over klimaatonderwerpen gaat? Ja, dat is inderdaad een ontzettend grote uitdaging. Omdat niet iedereen zit natuurlijk met zijn hoofd in, 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 uh, in, in corona. En uh, ik denk uh, voor ons dat wij. Um, we, moeten, uh, we moeten kunnen, en ik denk dat de planbureaus er ook steeds meer op zitten. Gewoon kunnen verder in de toekomst kijken. We moeten kijken naar zeg maar, ons herstel. En dan uh, we kunnen ze onszelf. Eigenlijk, eigenlijk moeten we corona zien als een grote kans. Want juist onder druk van de coronacrisis. Is zijn al onze, we hebben het over voedselkopers, Dat is allemaal routines en wat wij ja. normaal vinden, zo dat is allemaal vloeibaar geworden. Ja. Hè? Of wij uh, in de zomer, uh, we zijn erachter gekomen deze zomervakantie dat een weekje Drenthe misschien net zo leuk kan zijn als, als een weekje Thailand in de zomer. En we hebben bijvoorbeeld ook hè, nu we nu met werken, we zien dat we niet meer vijf dagen per week naar het kantoor hoeven gaan. Dat zijn allemaal van die aanpassingen in onze routines. En ik denk van, als we daar nou eens in, op, op wilden inspelen, we, we zaten met dag echt te wachten: van komt er nou extra beleid waardoor we meer deel Auto's gaan krijgen zodat mensen niet een eigen auto gaan kopen, bijvoorbeeld. En dat bleef weg. En dat was zo ontzettend jammer. En ik denk, zeg maar, juist laten zien dat heel veel um Heel veel van wat wij op het gebied van duurzaamheid willen doen, echt ook afhankelijk is van onze normale sociale routines. En dat we daar nu op moeten handelen, dat is echt een hele grote taak voor ons. En dat gaan we doen met, met de grote debatten organiseren. Dat gaan we doen met uh, interviews en en dergelijke. Dus het echt continu op de, op de volgrond van, uh, van de politie. Maar dat is, kijk, jullie kracht was namelijk. Jullie waren ooit. Het is allemaal begonnen met staken. Ja. Uh, en met, 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 met marsen en demonstraties. Ja. En de massa laten zien. En in één keer, ik weet nog heel goed hoe dit ging. Uh, dat, dat, dat ook heel veel journalisten dachten: en iedereen in Nederland. onder welke steen heb ik ze? Dat dit zo groot is. Dat ja. dit ja. zo groot is. Maar, en, maar dat, dat, dat wapen, ook door corona. dat is jullie deels. Nou, nou, oh, is... nou vertel. Ja. Vertel, ja, 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 vertel. Ja, vertel. het weer er wel. Wij hebben namelijk op 7 december. staan wij mooi op het Maliveld. Kijk eens aan. Ja, heel dat enthousiast. Is, ja, dat um, is maandag. Dat is Toch? maandag ja. al. Wij, hebben namelijk, uh, wij zaten er ook met ons team op de tafel. En wij, wij dachten ook, ons, ons grootste wapen tussen aanhalingstekens ja. naar de politiek toe is het staken. Het massaal laten zien van dit is waar die wij als jongeren voor staan. En ons, ons gezicht laten zien. En ja, gezicht is natuurlijk weggenomen. Dat kan gewoon helemaal niet. Maar wij wilden wel staken. En dan natuurlijk coronaproof. Uh, het liefst op het Malieveld, zo dicht mogelijk bij de politiek. En toen kwam één bestuurslid in echt een geweldige opwelling van waarom zetten we niet gewoon bordjes neer? Waarom zetten we niet gewoon allemaal bordjes op het palieveld? Dat is super laagdrempelig, mensen kunnen hun namen invullen. Dat wordt zo doorgestuurd. Maak een link aan, maak een QR-code, verspreid het onder je vrienden. En we hebben meer dan 2000 reacties gekregen. Wauw, dus er komen de komende 2000 bordjes? 2200, iets zo. meer dan 2200. En dat, en is, deze... en dat is nog steeds, uh, de, de, kan, nog, kan dat nog steeds worden uh, opgestuurd? Nee, dat is uh, helaas, helaas, <laughs> helaas. 31, oh nee, 30 november, 31 november bestaat niet. 30 november gesloten. Ja. Um, maar ja, we hadden natuurlijk uh, ook al gehoopt dat er een wel een grote opkomst te zijn. Dus we zijn hartstikke blij dat er 2200 ja, mensen hebben gereageerd. En we hopen ook dat dit een voorbeeld kan zijn naar ja. andere Europese landen met onze met takken van You for Climate of Fridays for Future et cetera. Van staak op deze manier? Zo kan je toch laten zien wie er staat. Ja. We hebben namelijk op een bordje kan dan uh, de naam staan, de leeftijd en iets van uh, locatie en een quote. En dan kan je laten zien, dit is waar ik voor sta, dit is mijn naam, dus mijn identiteit en ik sta in voor dit doel. Dus jullie gaan door met, uh, met ja. actie Wij gaan 100%. Door. Ja, volgens mij rond de verkiezingen gaat er ook wel uh, heel veel leuks gebeuren. gebeuren. Oh, er komen omdat, heel veel leuke uh, dingen aan. Ja, Kijk, daar, ja, daar we, er komen de tijdens <laughs> later nog wel gewoon naar buiten. Kijk, nou, dan, uh, dan ga ik dan. Uh, jullie hebben mij in ieder geval geprikkeld, ik denk de luisteraar ook. Dus we gaan, uh, daar ga ik, uh, we gaan het zien wat dat, uh, wat dat gaat brengen.